op de PABO, hier achter mij, schuin achter mij. Daar zitten inmiddels 40 studenten die ook gekozen hebben voor de minor management. Hè, dus dat zijn ook studenten met de ambitie om leiding te gaan geven op termijn. De kranten staan er vol van. Vacatures om schooldirecteur te worden binnen het reformatorisch onderwijs. Want door alle oplopende regelgeving voor scholen wordt het steeds minder aantrekkelijk om zo'n functie te bekleden. En dat merken scholen in het hele land. Er is te weinig belangstelling voor het onderwijs, dat zeg ik als eerste. Dat zie je ook bij de PABO, de 3-star aanmeldingen, dat wisselt per jaar best heel sterk. Jammer dat te weinig mensen uit onze eigen kring ook kiezen voor het onderwijs. Hoe komt dat? Aan de ene kant heeft dat misschien ook met beeldvorming te maken. Van ja, wie wil dat nog? Hè? Het is een drukke baan, moeilijk om met kinderen om te gaan en dat soort dingen. Nou, ik bestrijd dat. Het is een hele mooie baan. Het is een prachtige baan. Ja, wie schooldirecteur wil worden, die hoeft niet per definitie naar de PABO. Dat bewijst ook Koos van der Tang. Hij is directeur hier op de school in Ede. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vertel net, u bent eigenlijk niet begonnen, hè, als schooldirecteur. Dus niet dat u al tientallen jaren voor de klas staat. Nee. Voor de klas heb ik eigenlijk nog nooit gestaan. Nou, ik heb één keer een politiek lesje gegeven, maar dat was omdat ik ook in de gemeenteraad zit. Maar nee, het is echt een directeursfunctie. Directeur-bestuurder heet dat dan tegenwoordig. En ja, daar heb je wat managementcapaciteiten voor nodig. De functie van directeur van de school is in de laatste jaren wel enorm veranderd. Je kunt de huidige directeur of directeur-bestuurder van nu niet vergelijken met het hoofd der school van zoveel jaar geleden. Er komt heel veel op een directeur van de school af. En dat heeft te maken met toenemende maatschappelijke problematiek. Speelt ook in onze eigen kring. Waar hebben we het dan over? Denk aan echtscheidingen, denk aan problemen in gezinnen, toename van psychische problemen enzovoort. De vele vraagstukken die gewoon kerkenraden, schoolbesturen allemaal raken. Daarnaast zie je dat de verantwoordingsplicht naar de overheid ook behoorlijk is toegenomen. De school moet veel meer verantwoorden, ook naar eigen geledingen toe. Denk aan de MR bijvoorbeeld. De VGS die gaf ons al aan van ja, er komt eigenlijk wel steeds meer op het bordje te liggen van zo'n directeur. Ervaart u dat ook? Ja, dat ervaar ik zeker. Er komt heel veel op scholen af. Hè. Vroeger was het onderwijs, toen werd het ook opvoeding. Nu moeten we ook al helpen nieuwe onderwijzers opleiden. Maar dat zijn allemaal wel uitdagingen. En wij hebben hier gelukkig een vrij jong team. Als je een beetje een team hebt wat daarin mee wil, dan kun je samen heel veel bereiken. Wat vindt u er nou zo mooi aan als u hier dan iedere ochtend weer achter het bureau gaat zitten? Wat motiveert u om toch het onderwijs in te gaan? Ja, dat wil ik dan even laten zien aan de hand van ons logo. Wat wij doen is, wij geven onderwijs aan onze kinderen op basis van de Bijbel. Wij willen graag dat ze samenwerken, dat ze tot ontwikkeling komen. Dat is dus die kroon die je hier ziet. En bovendien hopen wij natuurlijk dat onze inspanningen mede mogen leiden dat zij de kroon van Christus ooit zullen dragen. Wat betekent het voor een basisschool als er geen directeur gevonden kan worden? Ja, dat betekent heel veel voor een basisschool. Want dat betekent dat een cruciale functie ingevuld moet worden op een andere manier. Ik zie het op een paar manieren gebeuren. Coördinatoren van de scholen, hè, teamleiders met elkaar, pakken het soms op. Nou, heel knap. Waardering daarvoor. Interim directeuren zie je natuurlijk ook best wel toenemen, dat aantal. Scholen die ook wel door twee directeuren worden gerund. Dus ik zie wel hele creatieve manieren waarop men het probeert op te pakken. Maar het is een functie die een speelfunctie is in het geheel. Dus ja, je ziet er naar uit dat die zo snel mogelijk wordt ingevuld. En wat zou u mensen willen meegeven die zoiets hebben van nou, dat directeur zijn, dat is misschien ook wel wat voor mij? Nou, er is natuurlijk best wel een nood. En ik denk dat er in onze achterban best een aantal mensen zijn die iets kunnen betekenen voor het onderwijs. Die bepaalde eigenschappen hebben die ze zeker kunnen inzetten. En als je ziet wat je daarvoor terugkrijgt, dan zou ik dat mensen die misschien toch niet helemaal naar hun zin hebben in hun huidige baan, van harte willen aanraden om zich daar eens in te verdiepen. Verwacht u dat het onderwijstekort of het tekort aan directeuren verder toe zal nemen? Of is er verbetering in zicht? Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het tekort eerder toe te nemen dan dat er verbetering in het uitzicht is. Aan de andere kant, op de PABO, hier achter mij, schuin achter mij, daar zitten inmiddels 40 studenten die ook gekozen hebben voor de minor management. He, dus dat zijn ook studenten met de ambitie om leiding te gaan geven op termijn. In die zin moeten we hoopvol blijven. Als ik nou zoiets zeg van nou, ik kan niet een hele dag 30 kleuters in toom houden, dat maakt dan dat op zich niet uit? Nee, dat is helemaal niet belangrijk. Daar zijn andere mensen voor die dat heel goed kunnen, veel beter dan ik. En als je maar in staat bent om je in te leven in het onderwijs, naar de mensen wil luisteren en samen met hun iets te betekenen voor al die kinderen, dan kom je er wel.
Werken in het onderwijs is gewoon een prachtige sector. Het is een van de mooiste banen die er is. Leerkracht zijn, directeur zijn, je betekent ontzettend veel in dat hele maatschappelijke veld van kinderen, van teamleden, van ouders, de relatie met de kerken, in de lokale situatie. Het is echt een ongelooflijk mooie baan. Daarom snap ik ook niet dat er een tekort is. Zou jij overwegen om schooldirecteur te worden? Laat het weten in de reacties en abonneer je op ons kanaal.